Geen vlog. Vecht je ook buiten iedereen? Assalamu alaikum mensen, welkom bij een nieuwe vlog. Het is vandaag dinsdag. Ik ging in de ochtend weer... Want het heeft toch gevriesd mensen, best wel koud. De zon schijnt wel lekker, kijk, de zon schijnt heerlijk. Maar het is wel koud. Maar gelukkig zit ik in de auto, dus geen stress. Geen stress. We zijn hier weer bij de studio. Kijk, hier zie je Omroep West. Wij zitten hier in dit pandje, hier zo bij Den Haag FM. Wij delen het pand samen met hun. En ja, wat staat er vandaag op de planning? Als het goed is krijg ik zo meteen de planning door. Ik krijg als het goed is ook zo meteen bezoek van een... van een fighter, maar dat allemaal, misschien zal je het al een titel zien, ik weet het niet, maar dat zie je allemaal wel later. Nu voor nu zeg ik, laat de dag maar beginnen en ik zeg, volg! Fight Club, ja, zoals jullie zien, de enige echte Ibrahim Elbostati. Vandaag live vanuit Phoenix. Vanuit Phoenix, deze Hagenees, de Beast, oftewel de Beast, ja. Die gaat binnenkort slopen. Zaterdag 3 december jongens, wees erbij, Fight Sense and Fusion Live, Sporta Overbos. Oesh, lekker man. Wat verwacht je van het gevecht? Hoe snel ga je hem nog koud slaan? Want je gaat hoe lang? Drie rondes vechten, toch? Nee, zijn vijf rondes. Vijf rondes is een titelgevecht. Vijf rondjes van 3 minuten. En hey, ik kan wel zeggen van tevoren, ik ga dit en dit doen, ja. Maar uiteindelijk doe je toch altijd wat anders. Jij bent veel netter, hè? Jij bent veel netter dan de meeste kickboxers. Ja, wat kun je netter noemen? Ik heb er wel een paar gezien bij die Infusion, bij die foto's, dat ze zo tegenover elkaar staan zo. Dat is volgens mij nog uitgelopen tot een vechtpartij daar, ja, of niet? Ja. Heb ik ook wel eens meegemaakt hoor. Ja? Ja, dat hoort erbij. Het is gewoon die spanning die je hebt van tevoren. Ja. En maar, dan kan zoiets gebeuren. Ja, precies. Maar natuurlijk de grote vraag. Hè. We weten dat jij gaat winnen aanstaande zaterdag, inshallah. Maar wie gaat winnen? Badr of Rico? Ik heb die vraag. Die heb je te vaak gekregen, hè? Natuurlijk hoop ik Badr. Ja. Maar ik denk, als hij hem eerst rond niet nog uitslaat, dan wint Rico wel punten. Hey, die heb ik echt vaak gehoord, man. Ja. Dat de Rico echt een puntenvechter is. Ja, nee, Rico is een slimme vechter, zeker. Hij komt heel veel kracht tekort. Ja. Maar technisch en conditioneel is hij wel, denk ik, iets sterker. Iets beter. Iets beter, ja. Oké. Okay. Nou, we zullen het zien. Zometeen interview met Ibrahim Elbostati hier bij ons live van Phoenix. En dat zometeen. Oesh! Kijk eens. Ik word ook nog eens even geblest door deze man met een mooie shirt. Ibrahim de Beast Elbostati. Dat is ook jouw shirt, toch? Mijn shirt. Dat is jouw shirt. Heb je deze ook gedragen? Gedragen, ja. Kijk, dan heb je me ook gewassen. Niet met trainen, alleen met opkomen. Oké, dan is het een eer, man. Fight Club 070, ik zal hem dragen, man, die dag. Ik ga jullie representen. Als iemand wat zegt, hey, ik hoef alleen naar de rug te wijzen, klaar. Kom ik overal binnen. Kijk, ja, zo staat hij aan. Ja. YouTube aan het werk. Copyright. Ze wel lekker snel verdienen, hè, YouTube. Zo, oké. En van jou ook, je heeft alleen maar iemand knock-out te slaan. Ja, dat is met voorbereiding vooraf is heel wat anders. Iedereen zijn lot toch. Iedereen is gegund. Maar jullie zien het, Ibrahim gaat ook vloggen binnenkort. Is te zien op het vlogkanaal van Fight Club. Eén vloggen voor mij, jongens. Dus, niet vloggen, maar vechten. Vechten, ik vecht alleen. Ik ben gemaakt om te vechten. Goed, dus, man. Geen vlog. Vecht je ook buiten de ring? Nee, nooit. Nee? Ook nooit gedaan. Nee? Nee. Alleen in de ring? Alleen in de ring. Zijn dure handen, ik kan niet zomaar gebruiken. Dat is mijn werk. Ja, die is heel slim. Die is heel slim. Maar hoe doe je me weer uit? Is genoeg geweest. Hey, inshallah ga je winnen, ik ben erbij. Ja. Ik heb gehoord, ik mag backstage, klopt dat? Je bent overal erbij, jongen. Je staat ja? Mag ik je ook zo aanmoedigen, dat soort dingen? Passeren, je mag ook. Goed, man. Hey, zeg nog even één keertje waar ze kaartjes kunnen halen. www.fightsense.nl. Zeg dat zeg, link staat in de beschrijving. Oh, ja, in de beschrijving. Juist, natuurlijk. Ja. Kaarten zijn tot en met donderdag nog te krijgen. Sporta Overbos, Mariehoven in Den Haag. Pauw, pauw, pauw. Zeg, volg. Volg, describe. Nee. Alleen volg. Alleen volg? Ja. Follow. Nee, volg. Volg.
Het is nu 4:55. We hebben Ibrahim El Boustati hier langs gehad. Het is echt een aardig jongen hoe je hem zo leert kennen. Je gaat denken dat zo'n man die... Je weet toch, hij is echt een beest in de ring. Hij sloopt mensen daar zo. Dan ga je denken van... Nou, hij is ook in het, zeg maar, in het echt. Maar hij is gewoon een hele lieve, rustige jongen. Dus dat is heel goed om te zien, man. Ibrahim, ik kom hem aanstaande zaterdag sowieso supporten bij Fight Sense. Dus kom vooral gezellig langs als je ook wilt dat je... Ja, als je ons wilt. Ja, toch. Kom gewoon langs. Haal je kaartjes. Maar er is één ding wat ik al heel graag hier wilde doen. Zie je al deze ballonnen? Zie je deze pen? Ballonnen. Lekker prikken. Ik wil ze niet meer zien hier. Ik kan ze niet eens prikken, man. Fuck met deze. En deze hier? Schat, ik wat de fuck ben ik aan het doen? Hier, kijk. Ik hoop niet dat ze nu live zijn op de radio, dan horen ze de hele tijd knallen. Ik ga er niet meer aan zitten. Klaar, is genoeg. Is genoeg. Iedereen die zich telkens afvraagt van, yo, wat doet die 100 euro briefje daar telkens op tafel? Het is nep. Het zit, zeg maar, onder de tafel. Dit is een glasplaat. Het zit eronder. Kijk, hetzelfde geldt voor deze. Het is allemaal nep. Kijk hoe groot het is. Kijk mijn hand. Kijk, en het is niet dat ik kleine handen heb, maar... Nee, dit kan niet. Het is van de Action, weet je, zo'n notitieblok wat je aan de achterkant dan vervolgens hebt. Het is de volgende dag. Ik heb niet veel gedaan gisteren, nadat ik klaar was met de uitzending van Funix, ben ik even een paar dingen gaan checken. En dat zijn dingen die ik vandaag dan ga regelen en waar jullie meer duidelijkheid over gaan krijgen nog. Maar, dus toen ben ik naar huis gegaan, ben ik letterlijk gewoon rond 7 uur in slaap gevallen. Werd ik om 10:30 wakker, ben ik daarna weer in slaap gevallen. Toen werd ik wakker met zo'n hoofdpijn en warmte en druk. Toen ben ik gewoon naar buiten gaan, ben ik gewoon gaan wandelen en dat soort dingen. Gewoon even frisse lucht halen. Voor nu, voor de weggeefactie van de 200k weggeefactie, ik heb even nagedacht. En mensen, dit is iets wat ik nu ga zeggen, is best wel big. Is best wel iets wat ik nog nooit door iemand heb zien, ja, ik heb het nog nooit iemand zien doen. Die 200.000 abonnees heeft gehaald. Of überhaupt. Ik heb het nooit... Laat ik het zo zeggen. Iemand in mijn omgeving. Iemand die gaf me een tip van... Yo, luister dan. Is het misschien niet tof om voor de 200k... 200 keer... iets weg te geven. En wat ik nu zeg is gevaarlijk. Maar ik wil het wel gaan doen. En 200 keer iets weggeven hoeft niet, zeg maar, elke keer een PlayStation te zijn. Ik noem maar even een voorbeeld, hè. Het kan ook gewoon iets heel kleins zijn. Dat je iemand helpt met boodschappen. Gewoon dat je 200 keer goede dingen doet. En goede dingen. En het is niet, mensen. Dit wil ik meteen hiervoor opzeggen. En ik zal het nogmaals herhalen wanneer de weggeefactie gaat beginnen. Het is niet dat ik het laat zien van, kijk, hij is goed. En je weet wat ik zeg, goede daden. Normaal gesproken... Ik doe een heleboel dingen achter de schermen wat niemand van af weet, wat ik nooit laat zien. Maar nu vind ik het belangrijk om het te laten zien, zodat ik misschien andere mensen kan stimuleren en motiveren om die dingen ook te gaan doen. Snap je? Om niet te denken van, yo, hier heb je een spelletje, alsjeblieft, leuke dingen. Nee, maar om echt mensen
te helpen. En ik heb het gevoel, en, want ik heb ook inspiratie opgedaan met een heleboel video's op YouTube, weet je. Dat als jij goede dingen laat zien, dat dat uiteindelijk verspreid wordt en dat andere mensen dat ook gaan zien. Want ik ben ook gemotiveerd door die goede dingen die ik heb gezien. Waardoor ik weer goede dingen voor andere mensen kan gaan doen. En dat is de reden waarom ik het laat zien. En niet om te laten zien van, yo, kijk hoe goed en dit en dat. Nee, dat hoeft niet. Dat heb ik niet nodig. Dat heb ik echt niet nodig. Maar dat wil ik wel gewoon doen. 200 keer. 200.000 weggeefactie. Maar daarvoor heb ik eigenlijk jullie nodig. Want we zitten nog niet op de 200.000. En ja, jullie moeten even delen voor me. Even die knopje drukken beneden. Even delen voor de gezelligheid. Nee, tag gewoon mensen onder de video. Of weet ik, ik weet niet. Ja, dat kan niet onder de YouTube reactie. Maar zeg mensen gewoon erover. Vertel mensen over. Mond op mond reclame is gewoon veel beter dan dingen taggen en zo, weet je. Dus doe dat. En misschien zijn we inshallah snel bij die 200.000. Dichterbij. Ik ga de vlog hier afsluiten, mensen. Vond je het een leuke vlog? Doe dan even een blij duimpje omhoog. Vergeet natuurlijk niet om te abonneren op mijn kanaal. Vergeet natuurlijk ook niet om je onderreactie achter te laten. En vergeet natuurlijk ook niet om dingen te vergeten. Want zoals jullie weten, sluit ik altijd af met een...